Cultureel Lent is de start van het culturele seizoen. De presentatie van alle culturele amateurverenigingen en alle professionele instellingen hier in Weert. En dat wordt georganiseerd door Muntheater, door Bosuil en door Rick. Ik sta op de Nieuwe Markt met een hele grote kleurplaat van 10 meter breed. Het thema is Limburgs landschap en daar heb ik een cartoon van gemaakt. En er staan karikaturen op van bekende Weertenaren en natuurlijk natuur. Over heel Limburg. Het gaat van jong tot oud. Dat is iets voor opa's en oma's, voor papa's en mama's met hun kleine kinderen. Het gaat van muziek tot beeldende kunst, dans. Eigenlijk alles wat op het gebied van cultuur komt die middag voorbij. De bedoeling is dat opa's en oma's, papa's en mama's, iedereen die voorbij komt, ook kinderen, de kleurplaat gaan inschilderen tussen 1 en 5. Wat ik erg leuk vind is Harry in de tent. Is een leuke kindervoorstelling op het Fatima grasveld. Waar twee muzikanten muzikale ruzie eigenlijk maken met elkaar. We hebben de opening van het Zuidelijk Kabinet. Samen met de gemeente en het Mondriaan Fonds. De presentatie van de Augmented Reality. Bijvoorbeeld van deze zuil hier achter mij. En we hebben gedichtjes van een hele bekende Weerter dichter, genaamd Pumpkin. Dan hebben we in het nieuwe stadspark een mini-opera staan, in een circus tent, opera compact. En het gaat over een circusdirecteur die het niet meer ziet zitten, en die kan zijn dure diva kan die niet meer betalen. Dus dan is het een beetje een komische opera. En dat is heel erg leuk voor het oudere publiek. Denk ik. Augmented reality is eigenlijk dat je je scant met je telefoon, scan je de QR-code, die zit naast de zuil en dan hou je je telefoon op de zuil en het kunstwerk komt dan tot leven. Het Zuidelijk Kabinet is te vinden aan de Houtstraat aan de goede kant van het kanaal onder de Boshoeverbrug bij VT. Heeft corona nog invloed op het programma? Ja, helaas wel. Normaal gesproken kan iedereen overal naar binnen en gaan zitten. Maar nu moet je even reserveren via de website www.culturelint.nl en dan ben je verzekerd van een plekje. Voor reserveren en voor het hele programma met de plattegrond kunnen mensen terecht op www.culturelint.nl.